De vliegende start van je werkdag die begint in het noorden van de Amerikaanse Verenigde Staten. Ja, Donald Trump heeft vannacht namelijk de Republikeinse conventie in Milwaukee in de staat Wisconsin bezocht. Zijn eerste publieke optreden sinds hij zaterdag een aanslag overleefde. En hij kwam het podium op met een groot spierwit vierkant verband om zijn rechteroor, terwijl hij toegejuicht werd door zijn partijgenoten. He is here tonight to show his courage, his defiance against somebody who tried to kill him. You will not take this man down. He has the courage, the strength, and he will be the next president of the United States. Ja, ik wil ook wel zo'n aankondiging elke morgen. Maar het is wel een show-entree. Totaal. Ja. Eerder op de dag werd bekend dat Trump senator J.D. Vance kiest als zijn running mate. Tijdens de conventie werd de benoeming meteen ook officieel gemaakt. Ladies and gentlemen, I am proud to announce that Senator J.D. Vance has the overwhelming support of this convention to be the next vice president of the United States. Op die conventie van de Grand Ole Party in Milwaukee is ook onze man in de States, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, eerst maar even naar het moment dat Trump voor het eerst zichzelf liet zien met zijn vierkante verband op zijn oor. Kwamen er veel emoties los in het publiek? Ja, echt hoor. Trump die kwam de zaal binnenlopen. De boel ontplofte echt. Je hoorde het al, dat gebeurde onder begeleiding van muziek. Proud to be an American van Lee Greenwood. Gebruikt hij ook vaak bij zijn rallies. Dus daar zat echt flink wat dramatiek in dat moment, een show-element. En voor het eerst zag je hem dus met dat verband om zijn oor. En je merkt sowieso de hele dag al dat die aanslag van zaterdag, nog heel kort geleden, dus dat echt een soort extra lading geeft voor veel mensen hier. Er is een enorm gevoel van eenheid. Overtuiging dat iedereen echt vierkant achter Donald Trump moet staan. En ik sprak bijvoorbeeld met wat conventieveteranen die dit al heel vaak hebben meegemaakt en die zeiden, ja, zo hebben wij het eigenlijk nog nooit meegemaakt. Er is nu helemaal geen twijfel, geen onvertogen woord. Alles is echt 100% op Trump gericht. En ik merkte bij zijn supporters ook geen boosheid bijvoorbeeld over die aanslag, maar meer een soort opluchting dat hij er nog is. En ze zijn ook heel trots op hem, hoe hij reageerde. Ik zag meerdere t-shirts met die bekende foto dat hij zijn vuist omhoog doet, net na die aanslag en daarbij de tekst impeached, arrested, convicted, shot, maar still standing. En ik merkte ook dat er een geloof is dat dit een soort teken is van boven. Iets wat Trump en zijn campagne ook graag een beetje aandikken trouwens. Geloof in God en geloof in Trump, die lopen echt in elkaar over hier. Ik zag bijvoorbeeld ook een petje met erop Jesus is my savior, Trump is my president. Dat zijn een beetje de verhoudingen, maar inmiddels is ook Trump die savior aan het worden daar, hoor. En heeft daar ook een hulpje bij gekregen, namelijk in de vorm van zijn running mate, J.D. Vance, Senator J.D. Vance. Jongeman, wat is dat verder voor iemand? Ja, heel jong inderdaad, 39. En dat kan helpen natuurlijk in deze campagne waar het heel veel over leeftijd gaat. Mm-hmm. Ohio is een staat in de Midwest waar wat battleground states in de buurt liggen. Dus dat kan ook helpen. En hij is zelf vooral bekend omdat hij het boek Hillbilly Elegy schreef. Dat ging over zijn jeugd, hoe hij opgroeide in de Rust Belt, omringd door problemen, eigenlijk verslaving, geldgebrek, gezondheidsproblemen. Hij is daar uitgeklommen, werd heel rijk bij een durfkapitalist, ging de Senaat in, maakte daar echt een transformatie door. Hij was eerst heel anti-Trump, noemde Trump zelfs een mogelijke Amerikaanse Hitler. En vond dat Trump vooral maar veel zei, maar niets deed. Daarna draaide die werkelijk 180 graden, werd een enorme supporter, enorme hardliner ook, echt vol MAGA is hij. En de afgelopen dagen sinds die aanslag op Trump is Vance een van de mensen die eigenlijk het hardst Biden en de Democraten aanvalt, omdat hij zegt dat is uiteindelijk hun schuld. Dus die man, van Trump is de Amerikaanse Hitler, kan je dus toch nog de vicepresident worden onder Trump. Ja, hoe is er gereageerd op zijn benoeming? Ja, ik stond in de zaal op het moment dat die fans ook officieel de VP werd gemaakt. Wat je net liet horen. Ja. En ik zag er echt wel veel enthousiasme, hoor. Trump kiest met hem dus voor iemand die in heel veel opzichten op hem lijkt, alleen een stuk jonger. Nou, dat is echt een pluspunt. Dat voelen ze in die zaal ook wel. Hij is dus heel overtuigd. MAGA, Make America Great Again, een echte hardliner, maar dan wel op de lijn van Trump ook echt. Hij is fel op sociale media en ook daarbuiten. Het voelt echt een beetje als Trump die hiermee ook naar de toekomst kijkt en eigenlijk een kroonprins aanwijst. Mm-hmm. Een jongere versie van zichzelf. Nou, ik heb natuurlijk meteen even bij de aanwezige gedelegeerden gevraagd wat ze van Vance vinden.
So I see you're a delegate from Georgia, I think. Yes, I saw. Yes, that's correct. And your name, sir? William Freeman. What do you think of the new running mate, J.D. Vance? I was supporting him from the beginning, and so I think it was a great choice. Yeah, and he's young, energetic, proven already. He's a principled conservative, yeah. But at the same time, he's got the charisma to maybe reach across where people say, well, I might want to listen to what this guy has to say. North Carolina. A delegate, I see. Yes, sir. It's an exciting pick. We were in suspense like everybody else in the world until messages start coming in. I'm very excited. I think he's a great man, and we look forward to him serving as vice president. Well, what do you think is so good about him? Well, I think although he's had a short time kind of coming in, I think he's been a very strong man of character, a very strong man of faith in others, and we're excited that will be part of the executive branch. Ja, hij is dus nog maar kort senator, dus daar doelt deze man op. En ik moet wel zeggen, iedereen was dus super enthousiast, echt. Maar er waren ook wel heel wat mensen die het eigenlijk helemaal niet zoveel kan schelen, omdat juist alles zo op Trump is gericht. Ja. Iemand zei letterlijk, ja, Trump zou zelfs Biden aan kunnen wijzen als een running mate. Ik zou toch nog steeds op Trump stemmen. Dus het is een bijrol. Ja, nog ander goed nieuws voor Trump, want Elon Musk gaat $45 miljoen per maand besteden om de campagne van Trump te steunen, hè? Ja, de Wall Street Journal meldt dat. En we hebben nog iets van 4 maanden te gaan natuurlijk tot die verkiezingen. Dus dat zou dan zo'n $180 miljoen zijn. Hier gaan natuurlijk enorme bedragen om in die campagnes. Maar ook hier is dat echt een enorm bedrag, hoor. Het gaat naar een superpack, een soort actiegroep die een kandidaat mag ondersteunen zonder dat daar officieel gecoördineerd wordt. Dan mag je meer geld geven namelijk. En het gaat hier om America Pack. En dat wil kiezers, vooral republikeinen, helpen registreren en overtuigen dat ze vroeg moeten stemmen, dat ze via de post moeten stemmen ook. En dat is nog een hele klus, want Trump die ontmoedigde dat 4 jaar geleden juist specifiek bij Republikeinen. Houdt tot de dag van vandaag vol dat het fraude, dat het toen voor fraude heeft gezorgd en dat toen dus oneerlijke verkiezingen zijn gekomen. Maar hij zegt nu wel van, goh, je moet het gewoon doen. Hij is echt helemaal 180 graden ook gedraaid. Dit superpack moet dus die Republikeinen daarbij helpen om ze te overtuigen dat het nu toch wel mag. En ik denk dat daarnaast ook een enorme symbolische waarde, hoor, die steun van Musk. Want dat is natuurlijk iemand die iedereen kent. En er zijn ook al wat andere miljardairs en miljonairs die naar hem kijken. Ja, en die dus geld gaan overmaken waarschijnlijk. Dankjewel, Amerika-correspondent Jan Postma. Maar er is meer nieuws, want we hebben nog een zittende president. Ja, ene Joe Biden. Die heeft vannacht gezegd dat hij niet het woord bullseye had moeten gebruiken toen hij sprak over Donald Trump. Zei hij in een interview met Lester Holt bij NBC News. There's very little focus on Trump's agenda. Yeah, the term is bullseye. It was a mistake to use the word. I didn't say crosshairs. I meant bullseye. I meant focus on him. Focus on what he's doing. Focus on his policies. Focus on the number of lies he told in the debate. Ja, een paar dagen geleden zei Biden nog over Trump dat hij het tijd is om Trump in bullseye te zetten. Dat was een paar dagen voor die schietpartij in Pennsylvania, voor die aanslag. Ja, dat is dan toch wel achteraf gezien een beetje pijnlijk. En nu zegt Biden, dat was een vergissing, had ik niet moeten zeggen. Biden heeft ook gereageerd op de VP-pick van Trump. Hij noemt J.D. Vance een inhoudelijke kloon van Trump. Bidens team noemt hem een uiterst rechtse extremist. En in het interview wilde hij verder niet speculeren over de vraag hoe de aanslag op Trump afgelopen zaterdagavond de verkiezingen zal gaan beïnvloeden. Ja, maar die aanslag van zaterdag, daar heeft de directeur van de Secret Service inmiddels ook op gereageerd, op die aanslag. En Kimberly Cheadle, zo heet ze, zegt dat er fouten zijn gemaakt en zegt dat nooit mogen gebeuren. Maar hoewel ik verantwoordelijk ben, treed ik niet af, zei ze tegen ABC News. Ze leek in het interview een deel van de schuld af te willen schuiven op de lokale politie, want ja, die hadden het terrein rondom het rallyterrein moeten bewaken. En ze zegt, ja, er zat heel weinig tijd tussen het moment dat die schutter gezien werd en het moment dat hij ook echt schoot. En dat is opvallend, want de lokale nieuwszender Channel 11 die meldde juist dat die schutter, Thomas Crooks, al een half uur voor de schietpartij door politieagenten op het dak werd gespot, die hem gingen zoeken en hem niet konden vinden. En Cheadle zegt dat ze zal meewerken aan onderzoeken die lopen en die er nog aan gaan komen naar die aanslag van zaterdag. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.